u de wereldkampioenschappen voetbal? Niet helemaal, als ik eerlijk moet zijn. En waarom niet? Ja, de tijd. Tussen 4 uur wedstrijd en om 8 uur. Ja, 4 uur werk ik nog. Ja. En om 8 uur ben ik meestal net aan het eten. Maar ik volg het natuurlijk. Ik kijk wel de samenvattingen en zo. De doelpunten kijk ik wel terug. Okay. Maar, en vandaag gaat u vandaag? Ja, vandaag gaan we wel proberen te kijken. Dus ik heb een vrije dag. Dus, Oké, en waar gaat u naar kijken in ieder geval? Allebei de wedstrijden. Allebei, oké. Okay. Ja, en de beste mag winnen hoor. Oké, dus u heeft geen voorkeur? Ja, België natuurlijk wel een beetje buurland. Maar als Brazilië beter voetbalt, dan wordt Brazilië. De vraag is, volgt u de wereldkampioenschappen voetbal? Nee, niet echt. Nee. Dus helemaal niet? Een beetje. Nee, niet, ik volg het niet echt. Nee, nee, okay. Klopt. En wat bedoelt u met een beetje? Nou, zo af en toe kijk ik, als ik niks anders te doen heb. Maar het interesseert me niet echt. Ik heb nog een mooie wedstrijd gezien. Ja, dus er zit iets in wat u zegt. Ja, misschien dat je vanmiddag een leuke krijgt, Brazilië-België. Maar voor de rest heb ik nog een goede wedstrijd gezien hoor. Ja, en waar hoopt u op? Nou, dat België wint natuurlijk. Ja, hè, dat ja uiteraard. Het is toch wel typisch dat wij Nederlanders dan ineens van massaal voor België kiezen. Ja, maar dat komt zijn. Belgen zijn halve Nederlanders, hè, de Vlamingen tenminste. Dat de is Walen, de Walen niet, maar de Vlamingen wel. Dat is waar, meneer. Ja, zonder meer. Dus ik ga hopen dat we vanmiddag een leuke wedstrijd gaan zien. Oké, dat hoop ik ook. Ja, dankjewel. Veel plezier. Ja, u ook. De vraag is, volgt u de wereldkampioenschappen voetbal? Ja, ik ga vanmiddag weer zitten. Vanmiddag voor? Voor Uruguay. Uruguay tegen Frankrijk? Ja, Frankrijk gun ik het niet. Nee, en vanavond? Ja, die Belgen, hè. De rode duivels. Ja, ja. Daar heeft u al een geloof in. Ik hoop dat ze winnen. Oké. Okay. En u, meneer? Ik hoop dat ze ook winnen. Dat is mijn broertje. Ja, want ik heb een Belgische schoondochter, dus ik leg het af anders. Oh jee, ja, dat is waar. Ja. En u zorgt voor de koffie? Nee, zeker niet. Iets te drinken? Ook niet, doet hij zelf. Okay. Ik doe het zelf allemaal, joh. Lekker makkelijk. Zijn we gewend. Okay. Ja. Dus vanavond wordt het echt genieten. Ja, maar ik, na de koffie neem ik toch wel een pilsje, hoor. Oké. En misschien wel twee. Het is een goed idee met het weer. Heel. Veel plezier. Jullie ook.